De hoge inflatie die we op dit moment hebben wordt grotendeels veroorzaakt door de energiecrisis. Sinds vorig jaar, maar vooral sinds het begin van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland, lopen de prijzen voor gas in Europa op. En vanochtend nog bereikten we een nieuw record van inmiddels bijna 3 euro per kubieke meter gas. En dat terwijl we juist in Nederland zoveel gas in onze eigen bodem hebben zitten, moeten we nu op dit moment niet juist meer gas uit onze eigen bodem halen, bijvoorbeeld in de Noordzee? Ja, dat klinkt hartstikke logisch en dat moeten we dus ook doen. Daar is Rob Jetten dus mee eens en het lijkt er ook op alsof het kabinet eindelijk een keer naar Noorwegen heeft gekeken, zodat we een voordeel hebben niet alleen op de korte termijn, maar juist ook op de lange termijn. Wat dat plan is en waarom ik daar zo blij van word, dat gaan we bekijken in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Afgelopen weekend keek ik naar een aflevering van EenVandaag. Daar was Rob Jetten te gast. Ze hadden een onderwerp, een item over de energietransitie en het gas in Nederland, wat we in eigen bodem hebben zitten. En het lijkt erop alsof Nederland eindelijk een goed plan heeft, een slim plan heeft. Maar laten we eerst even dus gaan kijken wat dat plan eigenlijk inhoudt. In het artikel van EenVandaag lezen we dat het kabinet gaat extra gas uit de Noordzee halen om de klappen van de energiecrisis op te vangen. En dat geld dat daarmee wordt verdiend, dat moet worden gebruikt om de energietransitie te versnellen. En laten we ook meteen even gaan kijken naar een paar fragmenten uit die aflevering. Wat vindt u van dit pleidooi? Gas uit de Noordzee halen en dat geld wat we ermee verdienen gebruiken voor de transitie, om die te versnellen. Ja, dat klinkt hartstikke logisch en dat moeten we dus ook doen. We hebben afgelopen maand ook als kabinet besloten, we gaan die gasvelden op de Noordzee helpen om die sneller te ontwikkelen, om dat gas eruit te halen, zodat we dat kunnen gebruiken. We zien eigenlijk twee andere dingen. We willen stoppen met gaswinning in Groningen, ja, vanwege de veiligheid bij de Groningers daar. En we willen ook voorkomen dat we voor een hele hoge prijs gas van over de hele wereld moeten importeren met een grote CO2-footprint. Het is wel een tijdelijke oplossing, want uiteindelijk wil je natuurlijk over naar windenergie, naar groene waterstof. Maar daar verdient we dan weer geld voor om dat te versnellen. Tijdelijk wat extra gas uit de Noordzee om de klappen van deze energiecrisis op te vangen. Ja. Maar dan de opbrengsten die ook naar de schatkist gaan, wel slim inzetten om de verduurzaming te versnellen of om de kosten van mensen thuis ook te drukken. De frustratie is hoog. De situatie waar we nu in zitten, hè, met hele hoge gasprijzen die problemen geven voor miljoenen Nederlandse huishoudens uiteindelijk, die daar moeten bezuinigen op zaken waar ze helemaal niet op zouden moeten bezuinigen. Het gas uit de Nederlandse bodem kan eraan bijdragen om die lasten te verminderen. Met de gasprijs die dat vandaag is, gaat dat dus over 160 tot 200 miljard euro... wat we nog daar uit de Nederlandse bodem zouden kunnen halen. Nu we de situatie en het plan dus een beetje kennen, komen er automatisch een paar vragen naar boven. De eerste is natuurlijk van wat is de impact hiervan op de prijs van gas? Op dit moment is die impact daarvan gewoon heel erg klein. Ten eerste omdat als we nu met deze plannen gaan beginnen, er waarschijnlijk nieuwe vergunningen worden gegeven. De overheid gaat helpen om die gaswinning extra op te starten eigenlijk. Zal dat waarschijnlijk pas over 2 jaar een effect hebben, in ieder geval op extra gaswinning. Wil dus niet zeggen dat eventueel gaswinning die er nu al is van productie eventueel iets verhoogd zou kunnen worden. Maar het grote plan of het grote effect van dit plan ligt dus eigenlijk pas 2 jaar in de toekomst. En een andere reden, al zouden we nu al dat gas direct kunnen oppompen, we gaan dan waarschijnlijk enkele miljarden kuub per jaar oppompen, dan is dat relatief weinig ten opzichte van het Europese verbruik. Dus het helpt natuurlijk wel, maar het is maar zo'n klein percentage dat daar de prijs niet heel hard, heel direct van zal dalen, waardoor we er zelf in ieder geval vrij snel daar het effect van merken dat gewoon de gasprijs daalt. Maar als het dan zo weinig impact heeft, zeker op de korte termijn, waarom is het dan wel een goed plan? Nou, ik denk eigenlijk dat er vooral 2 redenen zijn waarom dit wel een goed plan is. In ieder geval in de basis is het een goed idee, dit plan. Ten eerste omdat we dan geld halen eigenlijk uit eigen bodem. De grondstoffen, in dit geval dus gas, zit in onze eigen bodem en we hoeven dus niet geld uit gaan geven, geld in principe te gaan exporteren naar een ander land, wat daar juist beter door wordt. Maar juist hou je het geld op die manier in Nederland. Geld wordt in principe dus in Nederland geïnvesteerd en je maakt ook gebruik van de grondstoffen, de waarde die de bodem in Nederland heeft in deze situatie. En een tweede reden is natuurlijk dat de Nederlandse overheid, de staat hiervan profiteert. Ongeveer 3/4 van deze opbrengsten van gas, die zullen uiteindelijk naar de staatskist gaan. En daar wordt dus eigenlijk iedereen beter van. Tenminste, daar wordt Nederland in ieder geval beter van. En dit deed Nederland natuurlijk vroeger ook al. In de tijden dat we in Nederland in één keer olie ontdekten. Dus olie gingen winnen, gas gingen winnen, bijvoorbeeld in Groningen. Toen was het alleen zo dat eigenlijk de opbrengsten ook direct werden uitgegeven, werden opgemaakt. En dat is nu dus anders. We zullen nu zien dat een groot gedeelte van deze opbrengsten eigenlijk geïnvesteerd gaan worden. En dat is dus juist het punt waardoor ik zeg van Nederland heeft eindelijk iets geleerd van het verleden en gaat nu juist kijken naar het model van Noorwegen, hoe de Nooren het juist hebben gedaan de afgelopen tijd. En dat wil zeggen dat van de opbrengsten die we uit dit gas gaan halen, het gas dat we nu extra gaan oppompen de komende tijd, zal een klein gedeelte wel denk ik direct worden gebruikt voor misschien wel lastenverlaging, plannen die ze nu hebben om op die manier de plannen ook te kunnen bekostigen. Maar zoals gezegd, een groot gedeelte van die opbrengsten zal dus niet direct worden uitgegeven, maar juist eigenlijk geïnvesteerd in de toekomst. Zo worden we dus eigenlijk minder afhankelijk van het buitenland, hebben we meer zelf in eigen hand. En van die investeringen kunnen we ook een lange tijd profiteren. En ik heb het nu al een paar keer over Noorwegen gehad en ik denk dat juist dat heel belangrijk is. Laten we het even noemen het model van Noorwegen. Want eindelijk heeft Nederland er iets van geleerd. We gaan kijken naar hoe de Nooren dit hebben gedaan. Want ik denk dat zij het wel heel veel slimmer hebben aangepakt. Al lange tijd geleden. En ook over dit onderwerp maakte ik bijna 5 jaar geleden al een video. Dit was de tweede video die ik ooit heb gemaakt op dit kanaal. Maar wel een heel interessante, heel belangrijke denk ik ook. Over het NBIM staatsfonds van Noorwegen. Dit is een staatsfonds wat toen in ieder geval toen ik die video maakte bijna een vermogen had van $1000 miljard. En laten we dan even gaan kijken naar een beetje korte geschiedenisles. In de jaren 60 en in de jaren 70, Nederland en Noorwegen hadden dus allebei olie en gas in hun grond zitten. En ze pakten het allebei op een andere manier aan. Kijken we naar Nederland, zoals gezegd, die haalden het gas naar boven, verdienden daar veel geld mee. Dat geld, die opbrengsten gingen naar de staatskas en werden eigenlijk direct gewoon weer uitgegeven. Dat helpt natuurlijk wel de economie op korte termijn. De mensen hebben misschien meer inkomen. Hebben misschien lagere uitgaven, waardoor ze dus meer overhouden, wat dus op die manier wel de economie helpt. Maar wat je uiteindelijk gaat zien, doordat de economie, de standaard van Nederland hoger gaat worden, wordt ook onze export in principe duurder. Het wordt dus minder aantrekkelijk voor andere landen om dingen uit Nederland, producten uit Nederland te importeren, omdat ze dus eigenlijk duurder zijn geworden. Dus aan de ene kant zie je een sector die juist zorgt voor een boost. In dit geval was dat olie en gas, terwijl tegelijkertijd de brede economie eronder te lijden krijgt. Het wordt gewoon minder interessant. En dit heeft in de economie ook een term gekregen die de Dutch disease is gaan heten. Dus een voordeel aan de ene kant kan juist ook voor de brede economie een nadeel vormen. En zoals je misschien al een beetje hieruit kunt opmaken, is het dus Noorwegen geweest dat een totaal ander plan heeft gedaan. Ze hebben eigenlijk de opbrengst uit olie en gas niet direct uitgegeven, maar ze hebben daar een fonds van gemaakt. Vanuit dat fonds zijn ze investeringen gaan doen in andere bedrijven, in andere sectoren, in andere landen. En dus niet zozeer hun eigen land gaan helpen, daarin investeren of in ieder geval zelf ook direct de opbrengsten uit gaan geven. En kijken we naar dit fonds, dit is dus het NBIM staatsfonds van Noorwegen. Dan zien we dat de top in 2021 het fonds een vermogen had van bijna $1400 miljard. Geïnvesteerd in bijna 9400 bedrijven, verspreid over 70 landen. En wat we hier ook zien, ze zijn begonnen in 1996 met de eerste inleg. Deze grafiek begint volgens mij een beetje van 1998 af. Je ziet, elk jaar hebben ze geld toegevoegd. Dat geld wordt opnieuw geïnvesteerd. We hebben in die tijd natuurlijk crisissen gehad, zoals de dotcom-bubbel in 2000, de financiële crisis in 2007, 2008 en ook de coronacrisis. En je hebt al een klein beetje dalingen in de uiteindelijke vermogen. Maar door de jaren heen, die laatste 25 jaar, zien we dus wel een behoorlijk vermogen dat is opgebouwd in dit staatsfonds. En dus die opbrengsten uit fossiele brandstoffen die zelf in de bodem zaten, die hebben ze geïnvesteerd in dit fonds. En met dat fonds hebben ze investeringen gedaan. Dus in andere bedrijven, andere sectoren, andere landen. Daardoor hebben ze nu dus een groot vermogen opgebouwd dat jaarlijks nog telkens geld oplevert. En ze hebben het zo ingericht dat alleen vanuit de winst van het fonds daar een gedeelte van naar de staatskas gaan gaan. Zo kan de overheid nooit in moeilijke tijden eigenlijk het staatsfonds leegroven. Dat eigenlijk helpt op de korte termijn, maar juist schade toebrengt aan de lange termijn, op de lange termijn. En door dit vermogen dat ze nu hebben opgebouwd van ongeveer $1200 miljard... al zouden hier de komende tijd niets meer aan toevoegen, dan kunnen ze toch ieder jaar miljarden dollars, euro's daaruit halen, zonder dat het fonds eigenlijk kleiner wordt. En help je dus eigenlijk de Nooren, de Noorse staatskas, door ieder jaar daar miljarden aan toe te voegen. Ik geloof zelfs dat uiteindelijk 25% van het budget van Noorwegen, het geld dat ze nodig hebben, de overheid, dat komt vanuit bijdragers vanuit dit fonds. Dus Heel belangrijk wat ze 20, 30 jaar geleden misschien als plan is begonnen. Hoeveel impact dat nu heeft op de inkomsten en eigenlijk ook wel een beetje de uitgaven van de overheid van Noorwegen. En nu is het dus niet zo dat Nederland in dit plan ook geld gaat investeren in andere bedrijven, in aandelen, andere landen, andere sectoren. Maar ze gaan wel een groot gedeelte van de opbrengsten investeren in eigenlijk de infrastructuur en de energietransitie. Dus het heeft wel een beetje een vergelijking. Want aan de ene kant gaan we dus niet geld direct uitgeven. We geven het wel een beetje uit, maar het is ook direct een investering voor de toekomst. We worden minder afhankelijk van andere landen. Aan de ene kant kan dat misschien een opbrengst zijn, omdat we misschien geld verdienen uit winstopbrengsten of andere dingen. Aan de andere kant kan het juist ook een voordeel zijn, omdat we juist uiteindelijk minder geld kwijt zijn aan energieuitgaves. En wat kunnen we dan hier zelf van leren voor onze eigen persoonlijke situatie? Want nu hebben we telkens gekeken naar een overheid van Nederland of naar Noorwegen. Nou, wat we hier eigenlijk van kunnen leren, en wat ook een term is die vaak gebruikt wordt, is lifestyle inflation. Oftewel, als eigenlijk je levensstijl, als je meer inkomen krijgt, gaat vaak automatisch je levensstijl omhoog. Nou, dat moet je dus juist eigenlijk proberen om dat niet te doen. Geef extra geld dat binnenkomt niet direct uit, maar investeer het in principe in je toekomst. Stel, we zouden gaan kijken naar het Noorse fonds en daar een vergelijking mee maken. Zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen van: extra inkomsten die ik heb door misschien meer vermogen, meer inkomsten die ik nu heb, of misschien uiteindelijk ooit wel lagere maandlasten, dat ze er weer gaan komen. Dat voordeel dat ik daar iedere maand uithaal, daarvan geef ik bijvoorbeeld 20% wel uit. Daar wil ik van profiteren, daar wil ik van genieten. Ik investeer, of ik spaar, zo moet ik zeggen, 10% van die dingen die ik overhoud. En de overige 70%, die investeer ik in de toekomst. Dan zet ik geld apart. Als het goed is, wordt dat geld meer waard door de jaren heen. En uiteindelijk zal ik een beetje daarvan gaan leven, is misschien wel de hoop. Maar een gedeelte daarvan ga ik in ieder geval, van die winst daarvan, ga ik in ieder geval leuke dingen doen. Dat kan bijvoorbeeld zijn, als je investeringen hebt opgebouwd, dat je dividend ontvangt, dat je ieder jaar wat geld ontvangt, dat je daar leuke dingen van doet. Of naarmate de tijd vordert, dat je een gedeelte van je portefeuille, van je investeringen gaat verkopen en van dat bedrag juist leuke dingen gaat doen. Maar het belangrijkste is dus om nu te beginnen met investeren, bijvoorbeeld dus in aandelen. En wil jij nou ook beginnen met beleggen? Kijk dan naar de Giro of naar Bux. Je vindt mijn affiliate links onder de video. Op die manier help je het kanaal, want ik ontvang een kleine vergoeding. Maar je helpt ook jezelf, want jij kunt gebruik maken van de acties die ze op dit moment hebben voor nieuwe klanten. En daarmee komen we aan bij de conclusie van deze video. En ik denk dat het dan ook gewoon een goed plan is. Het is in ieder geval een goed idee. Laten we ook hopen dat ze het op deze manier gaan uitvoeren, want dan zou het best wel eens positief kunnen zijn. En dat zeg ik ook vooral omdat het vaak zo is bij een overheid, bij een kabinet. Die maken vaak plannen en effecten die ze hopen dat effect hebben op de korte termijn. Zij zijn natuurlijk heel vaak getriggerd worden ze door verkiezingen. Dan kunnen ze zeggen van: kijk eens hoe goed wij het hebben gedaan de laatste paar jaar. En ze zijn dus niet zozeer dat ze vaak gaan kijken naar de toekomst. Omdat dingen die ze nu implementeren, die zijn vaak, ja, hebben geen effect of misschien wel negatief effect op de korte termijn. Terwijl het voordeel daarvan ver in de toekomst ligt. Dan is er misschien weer een ander kabinet. Dus daarom zijn vaak overheden of kabinetten, politieke partijen dus meer voor de korte termijn. En daarom is het juist zo goed, denk ik nu, dat ze niet zozeer meteen voor de korte termijn gaan, wel een klein beetje, maar het grote deel eigenlijk doorschuiven, dat we juist op de lange termijn dus ook voordelen daarvan hebben, dat ze eindelijk een keer naar de lange termijn gaan kijken en ook investeringen doen voor de lange termijn. Het is dus misschien niet het beste plan van Nederland op de korte termijn, maar ik denk wel het beste plan van Nederland op de lange termijn. Maar dat is hoe ik naar dit plan kijk, wat mijn mening is over dit plan. Laat ook vooral weten hoe jij er tegenaan kijkt. Wat denk jij van dit plan? Wat denk je van de gaswinning? En kun je eventueel ook voor je eigen persoonlijke situatie al de impact hiervan inschatten? Misschien de energiekosten, of misschien heb je wel iets geleerd waardoor nu zelf, ja, betere beslissingen gaat nemen voor de langere termijn. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee ook aan het einde gekomen van deze video en wil ik jou bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen in de toekomst. Wil ik jou nogmaals bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.